John Locke werd in 1632 geboren in, in een middenklasse gezin in Engeland. Zijn vader was advocaat. Zelf was John Locke militair actief in de Engelse Burgeroorlog. Daarna ging hij medicijnen studeren en in 1666 trad hij als secretaris in dienst van de invloedrijke Lord Ashley, een prominente Britse politicus. Later werd hij zijn adviseur. Locke was een groot liberaal denker en wordt ook wel de vader van de klassiek liberalen genoemd. De belangrijkste politieke werken van Locke zijn de twee verhandelingen over het staatsbestuur. Deels was dat een pamflet dat Locke schreef ter ondersteuning van het verzet tegen Karel II. Locke bleek achteraf actief betrokken binnen een complot tegen die Engelse koning, die een geheim verdrag met Frankrijk had gesloten en zich in ruil voor financiële steun bekeerde tot het katholieke geloof. Maar behalve dat kan het werk van Locke ook worden gezien als een filosofisch werk, waarin hij aan het natuurrecht een democratische wending gaf. Volgens Locke vormen mensen samen een maatschappij als een denkbeeldig sociaal contract dat op vrijwillige basis gesloten wordt. Dat moest volgens Locke niet beschouwd worden als een contract tussen de regering en geregeerden, maar tussen vrije mensen onderling, op basis van gelijkwaardigheid. Het volk staat deze vrijheid niet af aan de regering en de soevereiniteit berust volgens Locke nog steeds bij het volk en wordt dus niet vervreemd. De regering moet het volk beschermen. Waarbij de rechten van het individu op leven, vrijheid en bezit het belangrijkste zijn. Als de koning of het parlement het vertrouwen van het volk schendt, dan zou het volk volgens Locke het recht om zelf als hoogtemacht op te treden terug mogen nemen. In het uiterste geval betekent dat dus het afzetten van de koning of het parlement. Dat lijkt met de vele opstanden tegen machthebbers tegenwoordig misschien logisch, maar in de tijd waarin Locke leefde was dit een radicale visie. Locke was een van de eerste denkers die stelde dat actief verzet tegen het politieke gezag gerechtvaardigd moest zijn. Volgens hem zou dat niet per definitie tot anarchie hoeven leiden. Ook had Locke belangrijke opvattingen over bezit en eigendom. Dat had niet alleen betrekking op het leven, maar juist ook op vrijheid en materieel bezit. Volgens Locke moesten ook die beschermd worden. Ongelijkheid in bezit, die door productie tot stand zou komen. Was gerechtvaardigd omdat het uiteindelijk voor iedereen een grotere welvaart zou opleveren. Zo vond Lok dat het bezit van land gerechtvaardigd was omdat men daarmee door middel van arbeid waardevermeerdering kon genereren.